Bijzonder goedemiddag, het is een paar minuten voor zeven. En we gaan ons opmaken voor een heel bijzonder moment. De officiële opening van de Tilburgse kermis. En wat een kermis gaat het dit jaar weer worden. 10 dagen lang gaan we genieten van de Hooggratie. Prachtige attracties. We gaan heerlijk drinken, we gaan lekker eten met elkaar. Maar we gaan heel veel plezier maken in de mooiste stad van Nederland. Mijn naam is Walter Vermeer en nogmaals van harte welkom. Ik zou je heel veel kunnen vertellen over de Tilburgse kermis. Maar wie kan dat beter dan onze eigen burgervader? Maak een heel groot applaus voor onze burgemeester, de heer Theo Weterings. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, ik hoef u helemaal niks te vertellen over de Tilburgse kermis. Want als Tilburgers en als bezoekers van Tilburg weet u dat zelf het beste. Dit is niet alleen de mooiste kermis van Nederland, dit is de grootste kermis van de Benelux. En het wordt 10 dagen gewoon weer een heel groot feest. Van harte welkom. En wij gaan zo dadelijk met onze nieuwe kermiswethouder Rolf Dols de kermis officieel openen. Die is natuurlijk al volop levendig. En hier op deze plek hebben we 2 hele mooie eyecatchers, 2 hele mooie beelden die ook de symboliek van de oude kermis en de nieuwe kermis weergeven. We hebben natuurlijk, zou ik zeggen, vorig jaar werd die gemist door de Tilburgers, de Hooggratie. Een gewoon reuzenrad, dat hoort erbij en dat staat er nu. En daar hebben we als gemeente ook voor gezorgd dat het er was. Want uit de evaluatie vorig jaar bleek van, het was een mooie kermis, maar waar is het reuzenrad? Waar is de Hooggratie? Nou, die staat er gewoon en daar staan wij voor. En wat ook mooi is, hier zien we een mooi plein, een mooi overdekt plein met van die fantastische parapluën daarboven. Dat is een Italiaans woord, dat moet ik even opzoeken. La Tramontana. En dat is de kermis in zijn duurzaamheid. Hier wordt de energie opgewekt en die wordt gelijk gebruikt voor allerlei mooie doeleinden. Daar kun je shows presenteren. Dat gaat geheel op wind en op zonne-energie. En dat is natuurlijk de toekomst. Dames en heren, dat geeft ook aan dat de Tilburgse kermis leeft. Maar ook dat wist u al, hij is al meer dan 450 jaar oud. En hij wordt alleen maar ouder, maar hij vernieuwt ook van een Hooggratie tot een Tramontana. Genoeg gepraat van mijn kant. Ik wens u allen 10 dagen heel veel plezier en heel veel feest op onze kermis. En ik geef graag het woord aan onze kermiswethouder Rolf Dols. Maar eerst moet ik in ieder geval, wil ik in ieder geval ook, een aantal mensen hartelijk bedanken. Want met de kermis hebben we ook de afspraak gemaakt. Laat Tilburgers, laat Tilburgse ondernemers ook meer zorgen voor datgene wat we presenteren. Laat zien dat het leeft in de stad. En er zijn 4 Tilburgers geweest, ook ondernemers die ik met name wil noemen, die ook deze opening mee mogelijk hebben gemaakt. Jeroen Rosenburg, Alex Snijders, John Thijs en Patrick van der Weijden. Van harte dank voor jullie inzet. Het woord is aan wethouder Rob. Dankjewel, burgemeester. Voor degenen die me niet kennen, Rolf Dols, sinds 6 mei van dit jaar wethouder in Tilburg. Als iemand mij gevraagd had in januari, Rolf, je staat over een aantal maanden de opening doen van de Tilburgse kermis, had ik gezegd, dat kan niet. En toch sta ik hier. De afgelopen maanden heb ik al een beetje mogen proeven van dit mooie evenement. Afgelopen dagen een beetje aan de voorkant, maar vooral ook aan de achterkant. Als je ziet hoeveel mensen daarmee bezig zijn, de exploitanten, de vrijwilligers, EHBO, brandweer, politie, de eigen de gemeentelijke organisatie, veiligheid, communicatie. Zoveel mensen zijn erbij betrokken om voor alle Tilburgers dit mooie feest te maken. Wat ik persoonlijk ook heel mooi vind aan de Tilburgse kermis, het is niet alleen een kermis voor de thrill seekers, voor de mensen die graag in die hele snelle attracties gaan. Het is voor iedereen. We hebben een roze maandag, we hebben een blauwe zondag. Ik heb vandaag al Luna 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 mogen openen. Voor iedereen die dat wil kijken, op de burgemeester Brokslaan, dan zie je een combinatie tussen kunst, cultuur en kermis. Echt de moeite waard. We hebben morgen de kermisrun. We hebben de padeenderrace. We doen iets voor de kinderen. Dus voor alle leeftijden, voor alle geaardheden en voor elke Tilburger is de kermis een feest. Zoals de burgemeester zei al, 10 dagen een heel groot feest. Er zijn afgelopen jaar ook een aantal mensen ons ontvallen die een heel belangrijke rol op de kermis hadden. En ik wil ze toch even noemen. Dat is Mariska van Oudheusden van het sigarenwinkeltje op het Piersplein. En Jan Verhoef, onze strohalm als het gaat om de totale stroomvoorziening op de kermis. Laten we even voor die mensen, als het kan, toch even 30 seconden even stil zijn. Eén klein ding nog.
mijn eigen ervaringen van de kermis. En ik heb die vraag de afgelopen jaar, de afgelopen weken heel vaak gehad. Wat heeft nou een wethouder die niet in Tilburg woont, toch eens met die Tilburgse kermis? Nou, ik zal het u vertellen. Toen ik een klein mannetje was, van een jaar of 7, woonde mijn oma op Korvel. Ik woonde zelf in Sittard en wij gingen 3 keer per jaar naar Tilburg toe. 1 keer was altijd met de kermis. Mijn tante die had een zaak op de Bredaarse Weg en we mochten dan naar die grote kermis gaan. We gingen dan op een van die chique restaurants zitten op de heuvel, waar nu die fancy restaurantjes zitten. En dat was voor mij als mannetje een hele grote ervaring. Op dit moment, en zeker als mijn moeder nog zou leven, zou ze het fantastisch vinden, ben ik wijkwethouder van Korvel, waar mijn oma woonde, en kermiswethouder. Ze zou het fantastisch gevonden hebben. Ik wens jullie allemaal 10 hele toffe, toppe dagen. Dankjewel. Ja, we krijgen volgens mij allemaal het gevoel dat we de gedroomde kermiswethouder hebben. Dit DNA klopt volledig. Ik ga u vragen, en ik ga u ook vragen, burgemeester. Komt u aan de nou gaat u beide hier staan. Ik wil de vaderlandse pers vragen, kom wat rustig een klein beetje dichterbij staan. Ik wil de mensen achter mij vragen een klein beetje afstand te nemen. Want wij gaan zo meteen, en daar ga ik u voor nodig hebben, met andere woorden, wij gaan u uitnodigen. Wij tellen zo meteen met 1 grote kermisfamilie hier in de mooiste stad van Nederland in Tilburg. Bij aanvang van de 452ste editie van de Tilburgse kermis tellen wij van 10 naar 0. En opnieuw gaat u beiden, dat ga ik u verzoeken althans, op de rode knop drukken, gaan de fonteinen de lucht in en zijn we vertrokken. 10 dagen lang vertier voor jong en oud. Dames en heren, telt u met ons mee, daar gaan we. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Ja, dames en heren, applaus, de Tilburgse kermis is geopend! Ja, ja. Meneer de burgemeester, meneer de kermiswethouder, we gaan u een hele fijne kermis wensen. Dat we na 10 dagen mogen zeggen, het was fantastisch. We hebben veel plezier gemaakt, mooi weer en we hebben genoten. U mag lekker het podium verlaten, u gaat naar de Hooggratie. Met andere woorden, u heeft een vrijkaartje, dus ik wens u heel veel plezier. Maar als je dan de allereerste artiest van de Tilburgse kermis mag aankondigen, dan zou je er duizenden kunnen vragen. Maar we hebben de allerleukste en de allerbeste gevraagd. De handjes omhoog in de lucht en dat gaan we nog heel vaak doen. Hier is hij, Alex! Goedemiddag! De kermis is gewoon het is tijd voor een feestje. Hier bij de Amstel Bierhal. We gaan beginnen! Ik moet je hier met mij eenzaam achterlaten. Maar ik ben al zo blij. Dat ik jou heb ontmoet. Want Tilburg zijn we er klaar voor. Wat ik nu van jou heb, dat zijn 1000 dromen. Dat is een kleine camera zeg, doet hij hem wel, ja. Dames en heren, gooi even die handen en miswijzing mee. Tilburg, het is begonnen. Here we go, come on. Echt een goed bewaren. Yo. Ik neem jou als souvenir in mijn dromen mee. Ook al ben ik ver weg, ik zal over je waken. Hebben jullie zin in een feestje, dames en heren? En over een tijdje, dan zijn wij weer met z'n twee. Je zit mee, here we go, komt ie op. Wat gezellig dat je er ook bent, ja! Opeens zal de zon ook voor ons, voor altijd verschijnen. Dit afscheid dat is maar voor even, de straf in je tranen. Ja, daar is het gezellig, hè? Yo, hier we zingen! Addio, amore, addio, ik kom terug. 14 dagen met jou was een groot feest. Zo was mijn vakantie nog nooit geweest. Toen kijk me nog één keer
En nou zullen jullie nog uit de drank moeten er een beetje in. Maar je mag meezingen hoor. Laat je horen, komt ie! Yo! Adio amore, adio, jij moet niet gaan. Opeens zal de zon voor ons voor altijd gaan snijden. Die afscheid is maar voor even, dus straf in je tranen. Gezelligheid jongens, dames en heren, goedemiddag, goedenavond is het al trouwens. Ik stond in de file 3,5 uur lang, ik ben het net gehaald. Zijn hier ook dames met blond haar en blauwe ogen toevallig aanwezig? Hij staat gelijk te wijzen, is het echt blond? Echt blond? Zo. Oké, okay. Ja, dat kom je vandaag de dag veilig tegen.